Wanneer je de afgelopen vijf video's over numeriek modelleren hebt bekeken, dan heb je nu misschien het idee dat je numeriek modelleren alleen kunt gebruiken om bewegingen te onderzoeken. En in deze video wil ik laten zien dat dat niet het geval is. Je kunt ook andere natuurkundige processen numeriek modelleren. En waar we in deze video naar gaan kijken is het proces van radioactief verval. Dus ik heb een moederisotoop, een bepaalde hoeveelheid atomen van een moederisotoop, en dat vervalt in de loop der tijd tot. Een stabiele dochterisotoop. Nou, we gaan kijken of we dat in een model kunnen vangen. Uh, en hoe dat model er dan uitziet. Dan nou, moeten we natuurlijk eerst even goed kijken wat is nu de natuurkundige situatie. Ja, ik begin dus met een bepaalde hoeveelheid moederatomen. En die laat ik die dan N noemen. Die atomen zijn instabiel en in de loop van de tijd zullen die gaan vervallen tot het dochterisotoop. En de hoeveelheid moederisotopen die per tijdseenheid vervalt noemen we... De activiteit. Dat heeft al een, een grootheid gekregen, A van activiteit. Het mooie is dat je, als je weet hoeveel moederisotopen je hebt, je kunt uitrekenen hoe groot die activiteit is. Je hebt nog een tweede gegeven nodig, en dat is de halveringstijd. Maar met die twee gegevens kun je met deze vergelijking op elk tijdstip uitrekenen hoe groot de activiteit is van mijn, mijn aantal moederisotopen. Ja, wat gaat er dan vervolgens gebeuren? Elk atoom dat vervalt, wordt dus een stabiele dochterisotoop. Dus als ik de activiteit weet, dan kan ik een seconde later kan ik kijken hoeveel moederisotopen ik dan nog over heb. Dan voor geldt dan het volgende. Het aantal atomen dat vervallen is tijdens mijn tijdstap, die moet ik dan natuurlijk afhalen van het aantal moederisotopen. En precies datzelfde aantal komt er dan vervolgens bij. Bij de hoeveelheid dochterkernen. Dit zijn dus de twee belangrijkste stappen eigenlijk van mijn model. En wat is nou het mooie? Uh, er ligt hier ook hier weer een koppeling, want die activiteit die hangt natuurlijk af van de hoeveelheid moederisotopen die ik heb. Nu is de activiteit niks anders dan de afgeleide van de hoeveelheid uh, atomen. Dus ik heb hier ook weer te maken met een eerste systeem. Oké, okay, hoe ziet het model eruit? Nou, dat ziet er niet eens zo heel ingewikkeld uit. Even uh, stap voor stap door het model gaan. Aan de rechterkant weer de startwaarde. Nou, ik heb even wat aangenomen. Stel, ik begin met 1 x 10 tot macht 12 moederatomen. Ik neem even een halveringstijd aan van 100 seconden. Een tijdstap van 1 seconde. Dan uh, ga ik als volgt werk. Ik ga eerst de activiteit uitrekenen. Hoeveel atomen vervallen er nu in elke tijdstap? En je ziet hier, ik wil er toch al even op wijzen. Je ziet hier dat die delta t. Uh, ook in die eerste regel staat. Dus ook als ik een uh, tijdstap anders dan 1 seconde zou uh, gebruiken, dan werkt het model uh, nog steeds. Oké, okay. ik bereken het aantal atomen dat vervalt gedurende deze tijdstap. En wat zeg ik dan in regel 2? Uh, dat het aantal moederkernen in de volgende tijdstap dus is afgenomen. En in regel 3 het aantal dochterkernen is toegenomen in de volgende tijdstap. En dat is het eigenlijk. En dan ga ik door naar de um, volgende tijdstap. Herhaal ik deze cyclus. Ik heb natuurlijk weer een stopconditie nodig. En ik uh, heb bedacht dat ik uh, ga stoppen als ik aangekomen ben bij het tijdstip TS500 seconden. Ja, hoe ziet dit er dan uit? Dat zal geen verrassend plaatje zijn, want je krijgt hier uh, mooi een vervalkromme uit in het wit. En je kunt ook uh, meteen ook zien dat die halveringstijd dat dat mooi in het systeem zit. Want ik heb nog precies de helft over van mijn begin aantal moederkernen eh, na 100 seconden. Na 200 seconden heb ik eh, een kwart over, na 300 seconden eh, een achtste, et cetera. En wat ik ook kan plotten is, hoe zit het nou met het aantal dochterkernen? En die zal dus juist toenemen.